staat er net de Hammes, hè? Ja, ik stap je auto wachten. Ja, kom dan. Oh, kom die kant op. Ja. Kijk uit, terug. Ja. Oh, 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 oh. Hey, liften. Ja. Stop. Ja, dat kunnen we niet maken, hè? We zijn aan het wandelen. Hallo. Moeten jullie lopen? Ja. Oké. Oké. Oké, hij wil doorrijden. Adrie, zeg ik ook eens iets? Ja, hij zegt ook dat we moeten lopen. Oh, er is iemand aan de telefoon. Wie heeft aan de telefoon? Gertie, wie ben jij? Wie is aan de telefoon? Wie is er aan de telefoon? Gertie. Ja, Gertie, ze vragen wie ik aan de telefoon heb. Volgens mij ben ik er. Ja, ik heb altijd uit het bed als je terugkomt. Oh ja, Gertie, kom eraan, hè. Waar moet ergens naartoe? Waar moeten we naartoe? Nee, wij doen dat zo altijd als wij bestellingen rondbrengen. Oh, wacht even, even kijken. Revival. Waar is dat? Dat is toch hier in de buurt? Ja, dat is hier in de buurt. Dat is ongeveer 150 meter verderop. Aan de rechterkant. Hé, hey, Gerard, jouw bestelling met elkaar opschieten. Ja, ik kom eraan, vrouw. Maar wij komen er ook aan. Ik heb hier de pot hier. Kunnen wij dadelijk een bak koffie bij jullie krijgen? Je kunt er wel meer eens in krijgen als gewild. Echt waar? Hey. Dat is fijn, of niet? Dat is ook toevallig. Nou. Wij zijn niet zo beroerd, dus... Nou, wij komen eraan. Leuk, gezellig. Ja, nou, we kunnen instappen als gewild. Ja, maar dat gaat niet met de kamer. Is dat daar, dat pand wat ik zie met die uitbouw? Met die kreugenvraag. Dat is de carnavalsclub De Kreugen. Daar zijn wij een beetje sponsor van, maar ja, heel Loosbroek is bijna sponsor van De Kreugen. Dat noemen ze, bij ons noemen ze dan een kruiwagen. Altijd. Wat? Bij ons noemen ze dan een kruiwagen. Ja, dat weet ik, maar dat wagen, dat was te moeilijk voor men. Ik noem ik gewoon Kreugen, dat is dialect, hè. Nou, je moet het niet verpesten, Adrie, dadelijk krijgen we die koffie niet meer, jongen. Nou, kom er dan. En wat is jouw naam? Gerard nog steeds. Gerard, nou, hartstikke leuk. Gezellig. Okay. Dag, mevrouw. Dag, meneer. Ja, hey. Tot zo! We komen eraan! Ja, komen eraan! Revival! Ja, leuk! Ja! Ook toevallig, zeg dat je mens hier toevallig aan komt rijden, zeg! Hij stopt ook! Ja, heel dat gasvrij! Ja, dan gaan we er maar gewoon naartoe, ja. Of niet? Hey, ja! Ja, wat was zij me nou eigenlijk? Ja, ik zei, ik was verrompeld de ene keer. Nou ja, ik wilde een aankondiging gaan doen en het gezellige oude hoeren gaan beginnen, maar godsamme. Ja, dat had ik ook weer niet verwacht. Ja, waar zitten we? Ik heb geen idee. Loosbroek. Loosbroek? Loosbroek. Ja, zoals gij het zegt, Loosbroek. 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 Ja. Het is een dorpje dat valt onder... Welke gemeente? Ja. Bernhezen. Oh, daar zijn we ook alles geweest. Ja, Bernhezen, dat is de gemeente, hè? Ja. Ja. Weet jij wat, in Loosbroek is er een keer een luchtvaartongeluk geweest. Hoe kan een vliegtuig neerstort? Ja, het is, ja, ik weet niet, als je een luchtballon, is dat ook een vliegtuig? Ja, wel toch? Ja, volgens mij wel. Kijk een beetje, want er komen auto's aan. Door de lucht, hè? Wat is dat? Ja, er komen auto's aan. Oh. Die vaart ook door de lucht, ja. Ja, dus net een... Roos, gaat nou Loosbroek ook al lastig. Wat ben je gaan doen? Ja, uit de auto rijden. Wat doet hij hier dan? Je maakt allemaal Loosbroek niet in, joh. Ja, neem ik wil er ook uit. Stop maar er nooit meer uit. Ja, oh, het is niet normaal. Kijk, dat bedoel ik nou, mijn Loosbroek. Er zijn gezellige, gastvrije mensen, dus dat komt helemaal goed. En we waren even bij het vliegtuig, bij het luchthaven. Bij de lucht, 1923 was dat. Oh, dat heb je niet meegemaakt. Nee, maar dat was in 1923. Toen was er een soort ballonwedstrijd, heette luchtballonwedstrijd. En in tegenstelling tot dat de thermiek en de veiligheid en de wind en de optimale weersverwachtingen, die waren goed. Maar boven Loosbroek kwamen ze in een onweersbui terecht. Ja. En nee, is toch weer niet zo'n broodje gehaktbal verhaal? Nee, dat is geen broodje aap verhaal. Ja. En uiteindelijk heeft een bliksemschicht ingeslagen in de ballon. Oh. En er zijn er toen twee Amerikanen die meededen aan die wedstrijd, zijn overleden. Och, ja, dat is best heftig geweest. Dus ja. Was het voor de oorlog dan? Ja, als je 1923 voor een oorlog telt, dan is dat van voor de oorlog, ja. Ik vind het een mooi dorp. Het is wel een beetje een nieuwe omgeving rustig, hier. Mooi, ik dacht Loosbroek. Ja. Is het een beetje zo tussen de 12 en de 1500 inwoners, denk ik. Oh, dat valt nog wel, ja. Daar zie ik de auto staan, hè? Ja, daar is het. Hij zei bij die vlaggen, toch? Daar zie ik de auto staan. Ja, leuk. Ja. Heb jij nog iets bijzonders meegemaakt? Ja, ik zei weekendje naar Duitsland geweest. Naar Duitsland geweest? Ja. Waar dan? Kochem. Kochem, dat is bij Kleef. Nee, joh. Waar dan?
In de buurt van, even kijken, wat ligt daar in de buurt? Nürburgring. Nürburgring. Hoeveel kilometer is dat dan? Van hier naar Kochem. Ja, van Loosbroek naar Kochem. Ik denk een uur of drie rijden. Dus een dikke 300 kilometer? Ja, om erbij. Oké. Okay. En wat heb je daar gedaan dan? Wat denk je? Ja, een lekker schnitzel gegeten. Ja? Du hast mich tausendmal belogen. Ja, ik heb er een keertje vastgehouden, ja. Ja, zonder pul? Zonder grote, ja. Welk merk bier hebben ze daar? Bitburger. Oh, een beetje dat... Een Erdinger. Maar bewust, ben je alleen gegaan met jullie en baas? Ja, Jacqueline was mee. Oké. Okay. Met z'n tweekjes. En een hotelletje gepakt ook en zo? Nee, een Zimbelvrij. Ja, ik praat ook een beetje dat. Je hebt geen hotel gevat, maar Zimbelvrij. Ja, maar dat doe ik niet meer, dat doe ik niet meer. Waarom niet? Ja, als je dan s'avonds daar zit, dan zit ook met te zitten. Hè? En in een hotel kun je nog aan de bar gaan hangen of zo. Oh, maar ga je het gewoon weer op de... Ja, ik en Jacqueline. Oh, dus wie heeft wie uitgenodigd? Jacqueline heeft jou uitgenodigd? Nou, dat heb ik zo beslist. Oh, hier is het, Adrie. Oh ja. Revival. 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 Maar dat is Engelaans. Ja, revival. Dat klinkt Engelaans. Nou, we gaan maar gewoon naar binnen. Durf wij dat wel? Ja, nou, we gaan maar eens eventjes... Even een praatje maken en dan komt komen we zelf. Trouwens zelf gezien van je kunt zoveel vatten als je wilt. Ja, daarom doen we ook. Moet ik even wachten? Oh, ik heb nog niet gezegd welkom bij Zwervende de Regio. Nee hoor, echt maar, niet? Ja, nee, want we kwamen meteen die mensen hier. Oh ja, dat hier. Doen, ja. Gerard. Hier neer ik dus moet ik even zeggen, welkom bij de Zwervende Ja, mensen, nou, bij deze welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zwerven door de Regio. Kijk gezellig, we gaan de revival in Losbroek. Ja, dat klinkt Engels. Zeg eens Losbroek. Losbroek. Nee, Losbroek. Losbroek? Losbroek. Ik maak mijn broek echt niet los. Losbroek. Nou, houden we Adrie. Daag. Hallo. Waar hebben we nou weer naartoe gebracht? Deze mensen, Adrie, zijn wereldberoemd in een hele grote cirkel hier. Want ik heb hier Gertie en Gerard. GG. G en G van de Sangen, ja. Zo zou ik kunnen zeggen. Gertie en Gerard. Ken er helemaal niks van. Ja, maar dat komt omdat je uit een dorp bent waar de beschaving nog heel ver weg is. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want dan krijg ik weer ruzie met de mensen uit jouw beschaafde omgeving. Ja, zit er wel in, ja. Gerard, ik begin eventjes met jou. Gaan de mensen nou hier naartoe, naar Revival, of gaan ze nou naar Van de Zangen? Ze gaan naar Revival, want toen wij hier in het begin inkwamen, was er dus ja, de cirkel of iets was het toen geloof ik hier. En toen hebben wij gedacht, zullen wij toch deze naam aanhouden van vorige discotheek Revival? En dan hebben we gezegd, de knoop doorhaken, we houden Revival aan. Nou, toen we hier inkwamen, hebben ze hier loodruk ook bonte avonden. En kwamen wij gelijk in met die bonte avonden, want erin zei Revival, dan in de Rivandel. En dan hadden ze gewoon Cafetaria. Maar, Rivandel, ja. Rivandel, ja. Ja, zo is het. Kijk, en Revival zitten ze ook al. Maar het is hier eigenlijk voor 99% wel goed ingeburgerd. Ja, want de naam Revival komt, wat je zei het al, jullie hebben vroeger behoorlijk lang getoerd met een drive-in disco show, hè? Dat klopt, ja. Discotheek Revival, 39 jaar. En de laatste 10, 15 jaar is Gertie ook zelfs mee geweest. Eerst zit ik daar voorheen met de kameraads van Willy van Eert. Nou, en we waren het altijd zo druk. Tot de laatste week toe dat we stopten, draaiden we nog zeker 3 keer in de week. Maar op een gegeven moment moet het één kunnen beter laten vallen en het andere goed gaan te doen. Nou, dat is bij deze gelukt hier in Loosbroek. Dus bij Restaria, een revival. Gewoon dat je altijd muziek gemaakt hebt.
Ja, we hebben al muziek gemaakt. Hè? Misschien op jouw bruiloft ook nog wel, als je tenminste getrouwd bent. Ja, veel te lang. Ga je disco draaien, is niet? Wat zei je nou? Disco. Ja, discotheek revival, waarin er dus alles inlaaien en uitlaaien. Weet jij dan ook hoe dat ze een neger noemen die achter een disco stort? Hoe dat ze een neger noemen? Ja. Dat zou ik niet weten. Een discjockey. Je bent wel vroeg wakker vandaag. Het is ongelooflijk. Ik schaam mijn ogen naar mijn kop. Gertie, maar toen op een gegeven moment dat drive-in gebeuren stopte. Jullie hadden al twee zaken, deze zaak was er al, dus jullie moesten werken en je was hier tot 4 uur 's nachts open. Ja, op zaterdag, maar dat was aanpoten. Ja. Maar toen die allerlaatste dag kwam, hè, ik ga eerst even over op dat revival, want daar is de naam ontstaan. Die laatste dag, zeg eens, hoe was Gerard eronder? Heeft hij een traantje gelaten of niet? Ja, zeker wel. Ja, allebei wel. We hadden een volle zaal met mensen waar wij dus voor muziek gemaakt hadden. Die dus van zelf de bruiloft, de kinderen de bruiloft, 12,5-jarige bruiloft. En als die mensen dan op jouw afscheid komen, is een heel dierbaar gevoel, ja. En ja, dan komen er veel herinneringen naar boven en ja, leuke dingen, iets minder leuke dingen, maar meer leuke dingen. Ook dat de mensen naar jou toe komen en zeggen van jongens, wat hebben jullie van ons feest een feest gemaakt? Ja, die mensen moesten daarvoor sparen om een feest te geven en ja, daar zouden wij ook alles aan doen om dat feest te laten slagen. Ja, het is echt het tijdperk dat jullie hebben afgesloten. Ja, gewoon heel erg super. Er waren levenslopen, we kregen cadeaus van mensen, herinneringen. Zelfs van een mensen waar wij voor gedraaid hadden, die dus op een gegeven moment in het midden van de dansvloer gezet werd. En toen, wat draai jij voor liedje in de badkamer? En toen ging het een liedje van Wilma. En op een gegeven moment begint er eentje met een druppel water. En die man die zag eruit, die was helemaal zeik en zeiknat. Dus jullie hebben heel veel. Als jullie ooit, wat jullie zijn, hoe lang getrouwd nu, Gerard? Dat moet even Gertie vragen. Oh, dat is de baas. Bijna 37 jaar getrouwd. Dus als je 40 jaar getrouwd bent, dan roep ik jullie dochters, want die zitten ook in het bedrijf, op om te vragen aan jullie samen. Want als je samen in de douche gaat, welk liedje jullie zingen? Dan wordt het een liedje. Een liedje van Cleaners Clearwater Revival. Dus daarvoor komt er toch weer water bij. Ja, mooi. Ja. Nou, uiteindelijk is de naam gebleven. Jullie doen nu 15 jaar, Gerard, zitten jullie in dit bedrijf en dat heeft zich ontwikkeld. Het was eerst wat kleiner. We staan nu in het restaurantgedeelte dat eigenlijk eerst het terras was. Het is overkapt. Wat zijn de belangrijkste onderdelen die jullie in dit bedrijf doen? Wat wij hier eigenlijk doen is eigenlijk als één iets minder is, dan doen we de andere weer. Dus eigenlijk zijn alles wat wij hier, alle takken, ook de catering wat wij doen, ja, ook barbecues, noem maar allemaal op, maar ook zeker de cafetaria en het restaurant, het vangt elkaar op, zal ik zeggen. Kijk, we hebben hier een dorp, ik schat zo tussen de 1500 inwoners. Kijk, en als je het daar alleen van moet hebben, dan weet je van tevoren als je hier begint dat het niet lukt. Maar die mensen allemaal, ze dragen ons gewoon op handen, daar voelen wij tenminste zelf, want ze komen van alle vragen en wij doen weer terug en noem maar op. Maar ook het buitengebied, zal ik zeggen. Want wij zitten een beetje centraal van Bernhezen. Nou, het is heel makkelijk voor ons ook om te gaan bezorgen, ook voor de catering. Maar je hebt vanmiddag wel gezien, we starten het busje, de telefoon die gaat, een bestellingen naartoe. En wij gaan hem gelijk weer wegbrengen. En daar zijn wij, ja, ik vind eigenlijk toch wel een beetje sterk in, zal ik het zo zeggen. Dus service is een belangrijk punt. Maar ik kan me ook voorstellen dat met bestellen, daar moet wel een minimaal bedrag aan hangen. Hè? Behalve als het echt niet anders kan. Nou, er hangt inderdaad wel een bedrag aan vast. Alleen bedrijven. Dan gaan we al voor één frikandel bijvoorbeeld. Als je met een bouwproject beginnen met 1 à 2 mensen beginnen. Dus die bouw uit te zetten. Dus die eten dan voor 7,5 euro op. Laag gezegd. Maar die bouw die groeit wel. Dus begint bij de grondleggers. Daarna komen de metselaars. Daarna komen de elektriciëns. De loodgieters enzovoort enzovoort. Dus die bedragen worden dan alleen maar groter. En voor particulieren zit er wel een limiet aan van ongeveer 12,5 euro, zeggen wij dan, aan etenswaren. Dus niet van 1 frikandel met en 3 pakjes sigaretten, dat doen we dan niet. Maar er zijn ook uitzonderingen. Stel dus dat een mevrouw de been gebroken heeft en die heeft honger, dan gaan wij graag dat frietje met en die frikandel brengen. Met liefde en plezier. Ja, maar dan komt het menselijke aspect boven. Ja. Nou, we hebben dan die cafetaria, het restaurantgedeelte, de catering, het bezorgen. Ja, al met al, dus eigenlijk best wel een hele drukke tent. En ik hoorde net al dat jullie het met de dochters doen. Ja. Dat betekent ook eigenlijk dat jullie gewoon hier een fundamentje hebben neergezet voor die meiden voor de toekomst.
Dat is eigenlijk wel de bedoeling natuurlijk. Kijk, ik ben nou rond de Randvoort 63, dat mag ze dan gerust weten, vandaar ik dat is gewoon vlot zeg. Dus, ik mijn eigen niks verder. Maar dan zit zijn gezicht toch best nog goed in de plooien, ja, Adrie? Ja, dat vind ik wel. Ja, maar het is, ik heb plooien gehad, he, maar dan eet er gewoon iets meer. En dan is dat goede kopper. Ik wou niet zeggen, want gaat godzakken. Ja, maar volgens mij kunnen wij zwangen langs elkaar zetten. Dus. Ik denk het ook. Ik heb mensen hebben geen impuls. Nee, maar het is wel zo, voor onze dochters, Alkos Danielle woont hierboven dan en die heeft er ook zeker interesse in om hiermee verder te gaan straks. Maar ze, ik zeg niet wanneer. Nee, we zijn echt zo wijd nog niet. Want zolang als wij kunnen, gaan wij gewoon verder. Is dit is jullie sociale leven dan ook, hè, Gertie? Alles is gebaseerd op dit, dag en nacht. Ja. Want jullie wonen zelf niet hier in Loosbroek. Gelukkig mogen wij s'avonds gewoon naar huis. En dat is me goed ook, want anders dan zou ik elke dag van 9 tot 10 s'avonds werken. Want dan zou ik het niet los kunnen laten. Dus nu gaan we s'avonds echt naar huis. Ja, ook belangrijk. Wat zijn de openingstijden hier, Gerard? Openingstijden, smaandags gesloten. Dat is, ook dus is het nog een dag voor jullie zelf? Ja, maar gaan we het dan doen? Het is eigenlijk niet voor onszelf, want we hebben een vaste klant. En daar hebben wij dus al, ik denk, 14 jaar de catering van. Nou, en moeten wij dus rond 4 uur moeten wij daar zijn. En dan tegen 7 uur halen we daar weer op. Maar als wij vakantie zijn, wordt het natuurlijk uitgewisseld. En dan is het van 's morgens 11, dinsdags tot en met zondags. Van 11 tot 9. Ongeveer, maar we hebben er geen eindtijd aan gezet, want is het druk, dan zijn we gewoon tot 10 of tot 11 uur open. Maar als wij zien dat de laatste kwartier, een half uur, niemand meer binnen is, met behoorlijk slecht weer, dan kunnen we goed om 8:30 al dicht zijn, bij wijze van spreken. Maar normaal is het eigenlijk, ja, tot 11 uur eigenlijk. Maar dan maar vanaf. Zolang jullie service kunnen verrichten, doe dat. Maar haalt het helemaal niks uit, dan is het gewoon even kwaliteit voor jullie zelf. Juist. Maar waar halen jullie nou de kwaliteit zelf vandaan, als je zo veel werkt? Dan ga ik even een uitdaging doen voor Gerard. Waar kan hij jou een plezier mee doen, Gitty? Avondje casino. Ik kan hij mij een plezier mee doen. En ben je dan een gokker of is het gewoon een beetje de ontspanning en de spanning? Dat is de ontspanning. Gewoon even niemand zien, niemand die je kent. Gewoon even lekker in je eigen wereldje. Heel belangrijk. En hoe lang is het geleden dat hij jou mee heeft genomen dan? Nog niet zo heel lang geleden, maar het mag wel weer een keer. Dus? Nou, je moet zo zien, ik kan het op één hand tellen wanneer wij dus per jaar daar naartoe gaan. Ik denk de keren 5, 6, zo weet ik niet, gewoon een keer naartoe. En dan is het gewoon een x-bedrag, want je moet er zelf ook heel straf in zijn. Zeker. Een x-bedrag spreken van tevoren af, daar is het, en dan stop. En dan pakken we nog iets te eten, iets te drinken, en dan is het gewoon een avondje goed. Uit, toch? Ja, want als ik ergens gewoon uitga, dan ben ik ook zo 100 euro kwijt als het erover uitgaat. Zomaar, ja. Dan zijn we zo kwijt, ja. Ja, ik ben zo kwijt. Ja, en Gerard, wat kan Gertie jou een plezier mee doen? Want ik draai hem even op. Een enkele dagen mee vakantie gaan. Dat wil ze dan niet? Jawel, dat doet ze wel. Maar binnenkort dan gewoon weer een keer een dag of 3. En dat doen we zo eens regelmatig dan. Als we kunnen dan. En als we er mensen voor hebben. Want dat moeten we vaak dan in de vakantie doen. Dat we dus de mensen die hier werken, die dan vrij zijn van school of ja, noem maar op. Dus we moeten hier wel mensen binnen hebben zitten. Maar is er ook behoefte om wat extra hulpjes erbij te krijgen hier? Ja, is het moeilijk om aan personeel te komen? Ja, heel moeilijk. Ik weet niet waar de jeugd het allemaal van doet, zeg maar ze zijn bijna niet aan te komen omdat het weekendwerk is. Maar ja, in de zorg moet je ook in de weekenden werken en in de winkels ook voor. Dus nou, misschien zit er wel iemand te kijken die zegt van nou, ik vind het wel leuk. Ja, laat ze alsjeblieft bellen, ze zijn van harte welkom. Oké, nou hartstikke goed. Ik ga ik nog een vraag. Oh jee. Wat kunnen jullie doen, bezorgen, hè? Ja, wij doen bezorgen, ja. Doe jij dat bij ons om 3 uur er ook, of niet? Als jij wilt, maar dan kan ik niet garanderen dat het warm is. Als je kroketten bestelt wel, want die kunnen op en neer in Amsterdam, ja, zijn ze nog warm. Nee, een goede buffet of zoiets dergelijks, dat lukt altijd. Ah. Dus de catering wel. Dat je altijd, want dat is oneindig bij wijze van spreken. Ja, oneindig, dat wil niet zeggen, we gaan even boven Amsterdam, want er zitten ook anderen die dat kunnen doen. Maar net als je snacks en friet of iets dergelijks, ja. Dan is het in een cirkeltje rondom Loosbroek. Ja, dat moet je zo zien, net als Hees, Vinkel, Vorstenbos, Heeswijk, Dinter. Bellicum, ja, en heel die cirkel in de straal van 10 kilometer. Ja, dan rij je in de frietwagen wat hoor. Ja, dat kan ook nog, maar dat kan goed niet in de Alpen zijn. Dan zijn we nooit meer thuis. Adrie, zou jij die vraag willen stellen? Ik durf het niet. Ja, jullie hadden hier denk ik wel van die lekkere hapjes en dergelijke. Misschien wat anders als het in de Jullie willen de kwaliteit proeven natuurlijk. Zoiets. Gertie, Gerard, dankjewel. Ik wens jullie nog heel veel plezier, want ik zie gewoon dat de passie er nog steeds na al die jaren in zit. Revival heeft een passie voor eten. Ja, zo is dat. We kunnen wel uren praten, maar op een gegeven moment moet een ander ook zendtijd hebben. Hè.
Dat is waar. Maar wij gaan er in ieder geval nog een tijdje door. Er zijn nog verschillende bouwplannen. Ik hoop op het mooie weer. Al onze wandelaars en fietsers gauw deze kant heen komen om te kijken wat voor een leuk en gezellig bedrijf dat wij hebben.